Nog even een live video vanuit de Helderenbron. Zojuist de challenge gegeven. Wauw. En de video van vandaag gaat eigenlijk over het topic van wie heeft jou pijn gedaan? En wie heeft jou pijn gedaan is wat ik me echt zo duidelijk realiseerde, is dat we heel vaak zeggen: de ander heeft mij pijn gedaan. Maar in feite ben jij het die zichzelf pijn aandoet. Omdat jij twijfelt aan je eigen waarde, aan je zelfvertrouwen, aan je kunnen, aan je waarde, aan je bestaansrecht. En elke keer dat jij twijfelt aan één van deze dingen, geef je eigenlijk de uitnodiging aan de ander om jou daarin te bevestigen. Dus op het moment dat jij je pijn voelt gedaan door anderen, vraag je af waar jij jezelf pijn doet. En dit is een van de belangrijkste bewustzijnsprocessen die je kunt maken. En vandaag ging het ook over het creëren van een doorbraak. Hoe komt het dat andere mensen wel doorbraken creëren en jij niet? En dat heeft ermee te maken, gewoon één hele simpele reden, is dat heel veel mensen niet bereid zijn om echte keuzes te maken. Om die keuzes te maken die jouw groei ondersteunen. En de meeste mensen maken pas keuzes, gaan pas groeien op het moment dat het lijkt dat de keuze wordt gemaakt. En heel vaak is dat pijn. Het kan de pijn van een burn-out zijn, het kan de pijn van een scheiding zijn, het kan de pijn zijn van het verliezen van een baan of je lichaam. Misschien doet je lichaam wel pijn. Gisteren keek ik ook een video. Nee, ik luisterde naar een podcast van Gary Douglas. En dat was echt zo mooi en zo geniaal. En wat ik daarin ontdekte was dat mijn ogen, wat hij heeft, volgens mij is het gordelroos wat hij heeft. En wat hij deelde in de podcast is dat zijn proces van zijn pijn, en het schijnt echt humongous veel pijn te doen, is dat hij alles wat er in hem gebeurt, gebruikt om inzicht te krijgen, om waarneming te krijgen over wat er nu speelt, wat die pijn is. En vorig jaar heb ik hetzelfde gedaan met mijn ogen. En wat mijn ogen mij vertelden is dat elke keer dat als mijn ogen wazig worden, is dat ik mijn pijn niet moet zoeken in de buitenwereld, maar naar binnen moet keren. En ik kan er maar tot één conclusie komen. En dat is dat ik mijzelf pijn doe. Ik doe mijzelf tekort door mijn grootheid niet volledig te erkennen, want ik erken wel degelijk mijn grootheid, maar nog niet op de manier die de bedoeling is. En wat echt zo ironisch is, is om je te beseffen dat je niet bang bent. Wat we vaak aandacht geven is: ik ben angstig, ik twijfel, ik weet niet welke keuzes ik moet maken, ik ben bang dat ik het niet kan, wie zit er op mij te wachten? En in feite zijn we daar allemaal niet bang voor. Je bent bang, namelijk, voor het licht dat jij bent. Je bent bang voor de power die je hebt. Want diep van binnen weet jij, net zoals dat ik, dat op het moment dat als je je power vrij gaat laten, jouw lichtkracht vrij gaat laten, dan schijn je. En dan word je zichtbaar voor andere mensen. En andere mensen gaan dan iets van je vinden. En daar zit ook weer een andere pijn over. Is dat mensen heel erg bang zijn om afgewezen te voelen. En om uit de angst om afgewezen te voelen maar uit de weg te gaan, wijs je jezelf af. En daar komt je pijn vandaan. Je wijst jezelf af. En dat doe je bijvoorbeeld door een lat hoog neer te leggen. Ik heb net het voorbeeld gegeven. Weet je, als het moment dat je een praktijk hebt en geen klanten, is het dan reëel om een 100.000 euro omzet te verwachten? Dan creëer je op dat moment je eigen pijn al. Op dat moment
duw je jezelf al naar beneden. Wijs je jezelf al af. Dus deze video wil ik je ook uitnodigen om doelen, om targets te gaan neerzetten die reëel zijn. Snap je? En om bij A te beginnen. Want naar A komt B, naar B komt C en C komt D. Maar D komt niet bij A. D wordt pas helder en duidelijk en zichtbaar voor jou als je bij C bent. Ik ben heel benieuwd wat deze video bij jou opent. En ik ben nu 4 dagen bezig met de Durf Magisch te Zijn Challenge. En het is echt zo cool. En vandaag was echt wakker worden. Stop met jezelf pijn doen. Realiseer dat jij jezelf afwijst. En hoe zou het zijn als je daar nu mee gaat stoppen? Als je snapt dat dat niet meer creëert. En dat dat ook jouw power, jouw talent, wat verstopt zit. Wat, weet je bent hier op aarde om te groeien. En dat talent, dat wil naar boven komen. En dat is het proces waar jij nu in zit. En of het nu ziekte, scheiding, werkverandering of burn-out of een geestelijke terugval is. Jouw ziel wil groeien. Je bent hier op aarde om te groeien. Negeer je groei niet meer. Negeer je talent niet meer. Negeer je pijn niet meer. En besef dat als jij vandaag ja zegt, ja universum, kom maar door met die groei. Ik ben er klaar voor. Gegarandeerd weet jij morgen wat je te doen hebt. Wil jij ook nog meedoen met deze challenge? En gebruik maken, want deze challenge wordt een nieuw product van de Heldere Bron. Alleen als je nu instapt, heb je de mogelijkheid om nu live je vragen te stellen. Achteraf koop je deze waardevolle reis. Is ook super waardevol, maar nu kun je nog instappen en jouw vragen stellen. En ja, wat er echt de aardverschuivingen die bij mensen ontstaan, echt besef. Ja, dat is gewoon heel mooi. En dat is waar we het voor doen. Samen creëren we magie. Dus ik nodig je uit om nog steeds binnen te komen. Kan ook op een later moment. Maar als je het nu voelt, kom nu binnen. En ik wens je een hele fijne dag. Bye bye.